sector is clear. Give us everything we got! Always! Ah, zo, wat een mooie dag hier in Los Santos. Ik ga eens even een wandeling maken. Hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoi. Nu even naar de winkel, even Twix halen. Ja. Een fristie. Huh? Geluid? Hey, Hubert, hoor je dat ook? Wat een raar geluid, man. Waar komt dat vandaan? Hmm. Sta naar de winkel, het zal wel niks zijn. Hey, tante Truus, alles goed? Ja, ik heb net koekjes voor je gebakken. Die liggen in mijn vriezer. Jo, houdoe. Zo. Het geluid, ben ik de enige die dat geluid hoort? Oh, kijk uit! Oh! Hallo meneer? Hallo? Alles goed? Wat ben ik? Zien ze nog helder? Oh, dit is de... Dit is de keukenrolstraat. Ik ben jij! Ik ben John, Hallo, aangenaam. Ben jij? John? Waar ben ik? Je bent in de Keukenrolstraat. De Keukenrolstraat? Ja. Wat voor planeet ben ik? Planeet? Oh, dat is toch steeds aarde hoor. Hoezo, nee? Aarde? Heeft hij een beetje drugs ingenomen? Ik kom op planeet Banaan. Oh, wat lekker. Vindt hij een alien? Ik ben hier op aarde gekomen. Weet je niet. Deze auto is wel niet op aarde. Hoe komt het in deze auto? Hoe ben je terecht gekomen? Wie ben jij? Ik ben John. Ik was misschien een beetje verder dan gereden, maar heb ik niet allemaal gekregen. Oh, ik ben ja. Een beetje van de planeet afgevlogen, denk ik. Dat kan gebeuren. Maar ik ga een beetje te veel fristie op. En toen ging ik oud. Ja, dat... Ben ik Ah, nou, kan ik ergens mee helpen? Wie ben jij? Ik ben John. Wie ben jij dan? Ik ben 60. Oh, dat is de Keukenrolstraat. Dat is in Amersfoort. Wie is dat daar? Oh, dat is mijn neefje Bert. Hey Bert, dat is... Hey Bert, mijn neefje. Hey, dat is mijn neefje. Hey, mijn neefje. Hey, mijn neefje. Ik wil Bert te sloffen. Wie? Ik doe het wel. Doei Bert. Bert. Oh, ik heb mijn neefje doodgeschoten. Ik mag hem toch wel niet. Hier, pak wel even een slot. Ja, pak af je geld, hè. Wat is er allemaal te doen op deze planeet? Nou, van alles. We kunnen naar het casino gaan, er zijn heel veel activiteiten. Casino, wat is een casino? Oh, daar kun je allemaal ja, van die casino games spelen. Weet je wat dat is? Ik weet niet wat een game is. Een game is een, een game is een game. Ja. Oké. Ik hoop dat het een goede uitleg was. Wat is je naam? Mijn naam is Sean. John de Schipper. Hoi. Hoi. Ben je een beetje eng? Ja, ik heb mijn hoofd op 11:30 staan. Wat is 11:30? Wat is de tijd? Hoe kom ik terug? Weet niet. Ik heb nog nooit een alien zoals jou ontmoet. Dus dat is ook voor de eerste keer. Nou. Oké. Waar gaan we heen? Ik zou je heus niet ontvoeren. Kan ik ergens mee helpen? Ja. Wat eten, vast winkel.
Oh, de winkel. Ik zal even de GPS markeren. De winkel is hier. Een GPS is een computer en dat geeft de route aan waar je heen moet. Oh, daarachter is ook een winkel. Waarom pak je de meeste, degene die het meest naar weg is? Oh, heeft wel gekke guns aan de voorkant. Kijk uit, hè? Weet je wat de politie is? Wat is de politie? De politie zijn flikkers en die houden je aan als je dingen doet die niet mogen. Dus dat schiet te makkelijk niet. Onze politie doet de kiwis. Ze zijn nogal zuur. Ah, ja, hier zijn ze ook best zuur. Mooie auto en een mooie kleur. Ja. Rare dingen. Ben je dat niet gewend? Nee, van een ander planeet. Als het fruit is. Als die dat spreekt een banaan. Ik wil een banaan. Ik wil een banaan. Wat kun je hier kopen? Ik wil een banaan. Oh, rustig. Hallo, hallo. Hey, Chang. Ik wil een banaan. Kun je deze persoon even een banaan geven? Goed, hij zal even het magazijn kijken. Oh. Ik wil mee in het magazijn. Is goed. Hey. Wat is? Hier zit een banaan. Dat zijn bananen. Hoe dik? Ik zet het. Ja, lekker. Dat was Sheng. Dat zijn bananen allemaal. Ik hoor rare geluiden. Ik ook. Dat is de politie. Of wel, we openen het. De kiwis. De kiwis. Ze komen eraan. Die is vandaan. De kiwis. Wat moet ik doen? Ontsnappen. Sturen. Oké, ik zal even een goed contact van mij bellen. Ah. Dankjewel, meneer de alien. Ik ben Dimitri. Dimitri Banaan. Dimitri, oké. Dimitri Banaan, ik heb ze afgebeld. Wat is dat vliegende ding daar in de lucht? Oh, dat is ik denk dat het een UFO is. Een UFO? Ja. Haal die weg. Wat is dat vreemde gebouw daar? Oh, dat is het casino. Dat is waar de magic happens. Ik wil het zien. Laten we nog langs. Hé, hey, draai nog. Au. Wat leuk. Oh. Oh. Om twee wielen rijden. Ja, ik zie het. Maar dat is niet de planeet banaan, dat is aarde. Hoe ben je van plan niet meer weg te komen? Zoals wie weet. Misschien vinden we wel een oplossing. Kan ik hier naar binnen? Hé, hey, dat is aan de kant, ik wil er net lopen. Wat nou? Kan ik hier naar binnen? Ja, hier moet je naar binnen. Gewoon de deur opentrekken en dan... Deuren die hebben we ook op planeet banaan. Alleen ziet er wat anders uit. Oh, het zijn zeker komkommers. Nee. Het zijn bananen, maar dan groen. Ja. Hé, staat niks. Ja, daar staat geen auto. Waarom staat er een lege schijf te draaien? Geen idee. Misschien, normaal staat hier een auto. Ja, dat is de carousel. Dat is een draaimolen. Hé, hey, Seamus, ja, die hebben we ook op aarde. Oh, wat? Heb je ook Seamus op banaan? Ja, die ziet er net wat anders uit. Hij is heel, maar voor de rest is alles hetzelfde. Oké. Ik ga met mijn supervolkaner 2910 super elektro. Ga ik deze personen detecteren, breken. Oh ja. Wie is dit? Hey. Dat is Chantal. Chantal? Chantal? Oh, hier is trouwens de dochter van een goede kennis van mij, Michael de Santa. Kun je even voorstellen aan Tracy? Ja. Banaan? Dat is Tracy.
Oh, hallo Tracy. Ik heb met haar vader samengewerkt. Tracy. Wat is dat? Wat is dat? Is dat banaansap? Ja. Dat is geel, dus denk het wel. Ik ben niet zo met het appelsap. Snap ik. Maar ja, met haar vader heb ik samengewerkt. Zelfs ruzie met de appels. Mhm. Ik wil even een bananendrankje bestellen. Auw! Wat ruikt je nooit? Huh? Eruit? Auw! Ik ben even te zien gegooid. Auw! Oh, kom maar aan. Zodra ik mijn vodka op heb. What the fuck? Dat zijn twee wachters. Ze staan... hij is geglitcht. Hoe is het mogelijk? Ik kom kijken. Dat zijn twee halen servers. Waarom staat er twee? Het zijn twee dezelfde. Wat gebeurt er? Ik zal even kijken. Kijk. Oh, dat is de tweede broer. Dat is Greet en dat is Kali. Oh, Greet Kali. Hallo. En die slaat ze allemaal nog oud. Oh! Kom op, McGregor. Oh. Wie is dat? Wacht, hij gaat info voor jou vertellen. Ik moet hem pakken. Hij gaat info voor jou vertellen. We spreiden over de hele aarde. Ik ga hem pakken. Pak hem. Oh, hij is al aangereden. ik doe even het naam zetten. Ontdek. Oh. Oh, bijna tijdens. Zo vaak gebeurd. Doen om terug te vliegen. Is goed. Ik zou graag op adem willen blijven. Ik breng wel terug. Ah! Niet goed. Ja, we moeten die sinaasappel bijvullen op het tankstation. Het tankstation is een gebouw waar je je auto kunt pompen. Amai. Hey. Ik. Ja? Wat staat daar? Wat staat deze ding op de grond? Wat hier? Dat zijn treinsporen. Wat een trein? Een trein is een vervoermiddel. Net zoals jij je bananenmobiel hebt, is een trein ook een manier om te rijden. Een bananenmobiel. Mhm. 800 liter in de achterbak. Zo. En een 4008 PVK motor en 18 inch banaanwielen. Met zo. Super grote appelvelgen erin. Ik kan het zoals appel, maar op zich is dat. Mhm. Dat is dat echt zo. Op zich ook flits. Banaanspaak. En een boterpilling. Lekker. Dubbele mes. Hé, ik wapen aan de vrouw, er zit een mes vast. Schakel eruit. Oh, uitschakelen. Ik heb de speciale banaan. Oh, ik ga de deur wel open. Oh. Dat kan ook. Au. Het was niet zo'n heel goed succes, volgens mij. Nope. Ligt de banaanmobiel nog? Banaanmobiel, kom hier redden. John, waar ben je? Kom maar aan. Eigenlijk wel, dat is goed. Hè? Dat is goed. Wacht, ik hou de deur open, dan kun je schieten. Oh, ze is al dood. Nou. Zo, dat heb je mooi opgelost. Dat is ons deren. Ja. Lekker dan niet! Hé, ik heb gewoon een banaanmobiel. Oh? Au. Zullen we een beetje bloed op? Lampjes! Help! Oh, lampjes! We gaan naar de toeter. Ah! Au. Oké, dan nog eens proberen terug te vliegen. Mm-hmm. Brouwen! Na banaan! Let's go!
Oh! Ah! Au. Nou, zijn we er al? Mares, Moros, Santos. Oh, dat is de stad waar we nu zijn. Dat is de pimpzaak. Hier kun je auto's monteren. Je banaanmobiel. Ja, ja, ja. We zijn nu met auto's. Ah ja, de auto ben gemaakt. De banaanmobiel, dat bedoel ik. Ik heb een banaanmobiel weg! Hallo! 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 Ik weet het misschien. Ik heb toevallig een vriend van mij die heeft een scramjet. Misschien kan hij het terugbrengen. Een scramjet. Dat is een hele speciale auto hier op aarde. Er zijn er maar twee op de hele wereld gemaakt. Wat? Uh-huh. Nou, laten we dat doen in de volgende aflevering. Is goed. Dat was hem. Hallo.